Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FC 24 Valencia Career Mode. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. Oké, het eerste wat we gaan doen is de Naughty Gang. De allereerste die heeft gereageerd op de vorige aflevering is Saint Pro, Erik Bouwhuis, CC, Noah Karel, Jos, Jesse Huismans, De CB'tje, Ellen van Maastricht, Dylan en de laatste is Tibe. En we hebben ook een paar persvragen. De allereerste reactie is van YouTube Flames. Kunt u misschien Duro als aanspeelpunt zetten? Hey, dat kunnen we eigenlijk wel een keer proberen, ja. Yo Brunschot, stel je voor, Valencia is niet in vorm en Valencia degradeert. Stap jij dan op als coach? Dit is een goeie. Nee, ik stap daar niet op. En de laatste persvraag is van Tibe. Wat vind je van je bankspelers? Dan gaan we meteen even kijken. De bankspelers. Martin, Antuna, Amala, Guillemon, Vasquez, Mosquera, Jarek. Dit zijn... Maar het klopt niet helemaal, want we hebben natuurlijk Oskazar. Die is eigenlijk een bankspeler. En dat was het volgens mij. Hè? Maar goed, even kijken. Martin en Antuna kan ik eigenlijk niet beoordelen. Maar hoe het er nu naar uitziet, zijn dat gewoon hele goede bankspelers. Amala, ik heb te weinig met hem gespeeld. Pause. Guillemon vind ik wel een goede. Vasquez heb ik ook te weinig gezien. Mosquera ook, Jarek ook. Dus eigenlijk alleen eerlijk gezegd Guillemon. Want hij was natuurlijk een basisspeler aan het begin van het seizoen. Amala heb ik misschien 1 of 2 keer minuten gegeven. En Martin en Antuna zijn er net bij. Vasquez heeft 1 keer gespeeld voor mij. Mosquera en Jarek nog geen enkele keer. Dus ja, ik kan eigenlijk geen oordelen echt over Guillemon. Diakabi. Diakabi is terug. Trouwens. Oskazar. Ja, oké. Dit is wat ik bedoel. Dan ga je weer op de bank. 2 centrale verdedigers. Dat zie ik niet zitten, maar... Wat zien we wel zitten dan? Hebben we nog een rechtsachter? Mosquera kan ook spelen als rechtsachter. Maar ben je snel? Je bent totaal niet snel. Jij bent wel een stuk sneller. Ja, toch? Ja, je bent wel een stuk sneller. Dan zetten we vol... Maar ja, Mosquera is wel de toekomst. We gaan het gewoon zo laten. Oké, Diakabi is terug. Dat betekent... Trainingsplan moeten we gaan aanpassen. Diakabi... Zetten wij op prestatie gericht. Want dat heeft de rest ook. En de wissel- en reservespelers... Volledige prestatie. Oké, broskies. Dan gaan we even kijken naar de kalender. 3 dagen, sowieso. 4 dagen, maar dat is niet heel veel dagen. Misschien moet ik ze dan volledig... Oh, Girona, Barcelona en of Getafe of Falcao. Maar sowieso Girona en Barcelona, maar zitten maar 4 dagen tussen. Wat is het beste? Scherpte is heel netjes. Ik ga dan voor volledige rust. Wacht. Niet volledige. Of wel volledige. Ja, maar Paulista zijn scherp. Nee, ik zet energiegericht. Voor basisopstelling. Getafe of Falcao? Getafe staat op plek 5. Falcao 15. We gaan het gewoon opnemen tegen Getafe. Wat? Dat is wel echt toevallig, want je gaat gewoon spelen. Maak je geen zorgen. Guillemon, ik moet vaker spelen. Je hebt nog steeds een plek in de selectie. Luister, hij wil gelijk. Net als ja, een paar anderen. Want bijvoorbeeld, Jarek is een groot talent. Die krijgt ook te weinig minuten. De eerste is tegen... Getafe. Oké, ik heb een ideetje. Oskazar heeft heel veel minuten gekregen. Dat is wel de enige. Ja, oké. Ik ga even kijken of ze... hangt er gewoon vanaf hoe we presteren. Maar eigenlijk, eigenlijk moet ik ze wel minuten geven. Waarom is jouw conditie zo goed? Waarom is die van jou zo goed? Waarom is... Stel ik de verkeerde vraag? Lol. Waarom is van de rest dan zo slecht? Bro. Wacht. Als allerlaatste hebben we eindelijk een extra coach voor verdediging en keeper. Of keeper. Eén van de twee zal leuk zijn. 4. Wordt dit ooit geüpdate? Luister, trouwens. We moeten even die beslissing nu gaan maken. En ik heb ervoor gekozen om het contract van Paulista wel te verlengen. Alleen maar omdat ik in de wedstrijden zie dat hij nog steeds heel belangrijk is. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Hij presteert nog steeds goed. En hij is niet meer geblesseerd geraakt. Alleen, en dat was een goede. Iemand zei van, je kan zijn contract verlengen.
Maar zorg er dan wel voor dat je zijn salaris verlaagt. Ik vind dat was gewoon echt een hele slimme. Dus we gaan onderhandelen met Palista. Hopelijk gaat hij akkoord. Ik zit er wel aan te denken. Als hij niet akkoord gaat, gaan wij ook niet akkoord. Want weet je, zijn algemeen gaat naar beneden. Hij begon als een 78 of zo. 78 toch? Nu is hij 76. Palista, ga niet moeilijk doen, hè. Ik weet, je hebt die Zuid-Amerikaanse temperament. Palista, je komt uit Brazilië toch? En dan zeg ik zomaar Zuid-Amerikaan, wacht. Wat? Rol? Misschien gaat hij boos worden, maar niet uit. Ik wil gewoon kijken. Belangrijk. Gelukkig geen cruciaal. We gaan akkoord. 53. Maar wat is verlaging dan? Want hij kan ook boos worden en dan is het klaar. Dus resterend. We gaan voor 33 jaar. 1 jaar verlenging misschien? 1 jaar. Want ja, 1 jaar is goed. Ja man. Maar salaris. Afkoop, ja, dat moeten we accepteren. Maar kom je ook met een nieuwe salaris? Want je komt ook met een afkoopclausule. Dus regel ook eventjes de rest voor me dan. Moet ik dat doen? Zie, je bent echt... Ik ga wel een verlaging doen dan. Ik zit te denken aan 10k minder. Tekenbonus... 100k. 10k minder. Dat is nog steeds best wel gortig. Maar ik wil... Kijk, hij is wel nog een van de belangrijkste spelers. Dus, weet je... Word niet boos, Paulista. We bieden je wel de mogelijkheid, hè. Wat? Dus hij gaat wel akkoord met die 43. Maar hij wil een hogere tekenbonus. En hij wil een bonus voor 15 doelpunten zonder tegendoelpunt. 1,5 mil. Dat gaan we nooit halen, bro. We gaan akkoord. Dat gaan we nooit halen. Lol. Wat is er met mijn sick? Waarom? Ik ben ineens spontaan grijs. Bruh. Ik wil even kijken, hè. Nu heb je dus 43. Ben je... Ja, dit is wel beter. Dus hij is gegaan van een 52, dat zette hem op plek 3, naar plek 5. Misschien, ja, de rest gaat natuurlijk wel omhoog, dus ik vind het wel realistisch. Kijk, min 2. Misschien hadden we de salaris... Ja, maar weet je wat het is? Het was wel een risicootje. Ik wist niet precies hoe ver ik kon gaan met salaris, weet je. Dus ik vind het wel goed. Plus, het is maar voor 1 jaar, hè. We gaan naar de wedstrijd. Nee, we gaan nog niet naar de wedstrijd. We gaan eerst kijken. Op welke plek staan ze dan? 7. Ze doen het goed. Maar ik ben wel benieuwd naar dit. Porto met 5 doelpunten voor Girona. En hier helemaal niemand. Ja, maar ze staan wel in de top 10. Daar ben ik benieuwd. Even kijken. Ze spelen met de visie vleugelspel. Dit zijn de 11. Blind. Hij is kapot langzaam. Ze hebben ook Erik geleend van Barça. Alex Garcia. Porto, degene waar wij op moeten gaan letten. Maar blijkbaar ook Garcia en Herrera. En ze hebben Gazzaniga. Op de bank, Dovbik is een gevaarlijke spits. Wauw, en ze hebben Pablo Torre. Ze hebben wel een elftalletje hoor. 4-1-4-1 formatie. Dan gaan we even kijken naar E. Sowieso de conditie. Scherpte is... Ja, maar dat... Oké, dat is Diakavi. Maar voor de rest... 84. Ik ben wel tevreden. Ik ben tevreden. Diakavi is terug na 7 weken blessure leed. Had volgens mij dezelfde blessure als Paulista. Gewoon onze twee centrale verdedigers. Heel toevallig de positie die ik als eerste ga vervangen. En als het goed is gaan Mosquera en Jarek voor het eerst spelen. De topper tegen Girona. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. Lopez is er langs. Wow. Ik ben scherp vandaag. Want jij zei... Aanspeelpunt. Niet hier. Zo scherp dus ook weer niet. Instructies. Aanspeelpunt. Voor Duro. Oké, we gaan het zien. Stuani. Zo, ik dacht... Oké. Dit is niet goed. Pak hem aan. Aanspeelpunt, maar je moet... Hij gaat hem blokkeren. Schiet! Schiet! Guerra scoort. Buitenspel. Oh. Dat was de eerste kans voor Valencia tegen Girona. De heetste ploeg in Spanje. Diego.
Lekker gedaan hoor. En dat is Korea. Nee, Korea. Sta op! Pak hem aan. Bro. Bro. Gewoon de bosjes in. Begon wel bij Korea. Goed verdedigen van Korea. Ja, gaat ze binnen door. Dat is gewoon de... Is dat de verdediging? Dat is... nee, dat is niet... Nee, dat is andere. Uh-oh. Het scoort in het... We staan achter. We staan achter met 1-0. En ik had het gevoel dat wij beter waren, maar dat maakt totaal niet uit. Dat weten we ondertussen wel. Je moet gewoon scoren. En ik heb trouwens... Aanspeelpunt, ik heb hem helemaal niet gezien nu, hè, Hugo Duro. Dus misschien is die is helemaal niet goed. Ik weet niet. Dat is lekker. Je moet doorgaan. Hij mist hem? Hoezo mis je die dan? Dit moeten we samen even onderzoeken. Lol. Als... Bro, als het fraude is, gaan we huilen. Bro, waar schiet je dan? Je schiet die baas niet eens. Oh my god! Tuani. Porto. Bijna Braziliaanse namen daar, hè? Gewoon die klemtonen. Stuani. Porto. Blind, dat is weer Nederland. Hé. Hey. Nee. Paulista. Zie je wat ik bedoel? Hij is het geld echt wel waard, hoor. En de eerste helft is voorbij. We staan achter met 1-0. Ik weet niet wat er mogelijk is. Ik wil eventjes kijken naar de feiten. Wat is er gebeurd dan? Allebei 1 keer geschoten. Girona meer balbezit. Wat ik wel denk is dat... Ik heb Hugo Duro helemaal niet gezien. Dus dat gaat sowieso niet werken. Instructies, toch? Hier, ja. We gaan terug naar... Nee, bro. Centrum. Misschien... Achter linies kruipen. Laten we eventjes weer wat anders proberen. Want... Hé, hey, we kunnen trouwens onze tactiek... Hé, hey, zie je? We kunnen dat... We gaan... Als we de bal hebben, gaan we... Zet op extra aanval. Je weet wat ik wil zeggen, toch? Extra aanvallend. Ultra aanvallend. Zoals nu, volgens mij. Ja. 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 Deze aanval is briljant. Alle veranderingen gewoon, hè. Ten eerste, wacht, stop. Hugo Duro achter linies kruipen en ik zet het op ultra aanvallend. En meteen gescoord. Hou maar op. 1-1. Ik had gezegd dat ik ze wel minuten zou geven. Hè? Dit is wat ik bedoel. Ik moet eigenlijk gewoon dat risico wel doen. Weet je wat? Straks. Want... Terug naar gebalanceerd. We kunnen zelf nog de wedstrijd winnen. Hugo. En Gazzaniga. Hij speelde... Ik weet niet meer zeker. Sowieso in Engeland. Misschien Spurs. We zijn ultra aanvallend. Even snel. Ik wou net zeggen... Ik wou hem geven. Ik wil het laten zien, maar eigenlijk hoeft het niet eens. Hij struikelt helemaal naar de andere kant van de planeet, bro. Je zou denken met hem... Oh my god! We gaan wel wisselen. Martin. En Antuna komt erin. Ik moet ze wel minuten geven. Ik ga het doen. Dan blijven we... Ja, het is wel een risicootje. Guerra, waarom speel je daar? Ja, oké, maar dat komt door die formatie. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar op dit moment... Ja, het is wel lastig, maar even denken. Ik weet het niet, man. Mosquera en Jarek.
Gaan we ook tegen een andere tegenstander? Ik denk niet dat Girona de juiste tegenstander is, man. We hebben ook Barça. Hebben we ook Barça trouwens in deze aflevering? Lol. Volgens mij wel, hè? Nou, sowieso niet tegen Barça. Dan die andere wedstrijd. Ah, ik weet het niet. Want we hebben dat puntje, snap je? Dus als ik nu risico ga nemen met de verdediging... Maar we gaan sowieso wisselen, want de twee Mexicanen komen erin. Meer snelheid, jongens. Hugo Duro, wat een lekker doelpunt van jou. Je hebt het gewoon weer gedaan, hè? Daar ben ik echt trots op. Gewoon van de afstand. Wat de F is dat? Wat is dat, Pepelu? Niet waar, niet waar. Ze gaan over de... Schiet in één keer! Bruh. En die bal blijft binnen! Bruh. Gelijkspelletje. We gaan het, we hebben het geprobeerd. Gelijkspelletje is goed. Ik ben tevreden met het gelijkspelletje. Niks aan de hand. We gaan voor de overwinning. Laat maar. Bruh. Geen gelijkspelletje. Blind! Lol! Ik wou wat zeggen. Pak hem aan. Die bal gaat gewoon uit, bro. Nee. Hij kan alsnog schieten, bro. En weg. Weg, weg, weg. En we gaan gelijk spelen tegen Girona. Ik ben wel tevreden. Ik ben wel tevreden. We hebben een puntje. Maar, wat zijn de feiten dan? 4 keer geschoten voor Girona. Maar ze hadden wel meer balbezit. Ja, oké. Dan vind ik wel een gelijkspelletje wel terecht. Ja toch, gelijk spelletjes terecht toch? Wat? Ik ben blij dat je nog steeds wat... Ja, maar je doet het goed. Blijf jezelf pushen. Die Akabi, wat zeg jij? Bedankt dat je me weer... ja, oké, wacht even. We zullen meer van je zien. En Canos. Oh, jij bent niet tevreden, want je speelt niet, hè? Of niet? Oh, jawel. Bedankt dat je... Oh, oké. Ik ben trots op je. Lol. Zouden we het opnemen tegen Getafe? Ja, hè? Ja, dan tegen Getafe, dan Jarek en... Ja, even. Hoeveel dagen? Ten eerste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dagen, dat is genoeg, man. Want scherpte was niet echt heel goed. Dus wat ik wil gaan doen, ik wil het zetten op prestatie gericht. Ik ga gewoon kijken of het werkt. Basisopstelling. Ja, toch? Oké, dan gaan we kijken. 6 dagen, man. Kom op, man. Dit is voldoende om te rusten, toch? Ja, toch? Laat me kijken. Heb ik een foutje gemaakt? Ik heb geen foutje gemaakt. Ik heb geen foutje gemaakt. Ik heb het weer goed gedaan. Ik heb het goed gedaan. Oké, broskies, luister dan. We hebben dus net gelijk gespeeld. Getafe, maar dat is ook een wedstrijd die we eigenlijk... Ja, dat gaat gewoon weer een moeilijke wedstrijd worden. Want ze staan gewoon in de top 10. En wij staan randje van de top 10, hè. Dus we doen het niet verkeerd. Getafe heeft La Tasa op plek 8 met 7 doelpunten. Maar de nummer 2 is nog steeds Duro met 11 gewoon, hè. 11 doelpunten, bijna de topscorer van La Liga. Weet je wat ik zit te denken? Nee. Nog niet. We gaan ons concentreren, jongens. Even kijken. Lange trap vooruit. 4-4, effing 2, bro. Oh my god. En wie speelt er als rechts buiten? Het talent van United. Wie speelt er in de spits? De ex-FC Twente-speler Unal. Bro, en Alenia ex-Barça. Bruh. Maar ik maak me meer zorgen om die 4-4-2. Laatste 5 wedstrijden, 2 gewonnen, 2 gelijk, 1 keer maar verloren. Ze hebben een lekkere vorm te pakken. Ja, 4-4-2, maar we hebben nog geen enkele keer kunnen winnen, hè, van die 4-4-2 formatie. Besef, even snel. Doe even snel een duimpje omhoog. Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you. For you. There's nothing I wouldn't do. Luister dan. Deze doe ik eventjes ietsjes meer naar beneden, zodat je kan zien wanneer ik ga huilen wanneer we verliezen, oké? Want lol. Ik heb gezien 4-4-2 formatie en jullie weten, we hebben nog geen enkele keer... Hé, hey Korea, lekker begonnen! 1-2'tje. Ik heb een 1-2'tje aangevraagd. Hugo. Meteen. Je herstelt als een killer... Bro.
Oké, wacht even. Kraaien had hem niet onder controle. Keeper. Maar dat is je. Dat was leek op geel. We hebben een 1-2'tje aangevraagd. Hugo! Duro! Wie is dat? Zoria! Met een heerlijke redding, man. Hey, aanvallen van via de zijkant zijn ze gewoon. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Hij gaat tussendoor passen. Dat zagen we allemaal. Hey! Tuurlijk, ga. Paulista! Lol! Ik gaf je zoveel complimentjes! Hij had hem moeten wegkoppen. Zijn algemeen gaat wel naar beneden, hè? Ah, oké, okay, Diakabi. Goed gedaan. Hakje, dat is wat we doen tegen. Paulista! Cruciaal! Lekkere aanval! Al zeg ik het zelf. Gaia! Nog een keer, nog een keer. Rustig, rustig, rustig. Guerra! Ik moet Hens echt aanzetten. Want was het Hens? Want dan weet ik sowieso dat hadden we een penalty gehad als ik het aan had. Ik heb hem niet aangezet, oké? Okay? Maar kijken. Ja, hij heeft zijn hand wel. Zijn hand. Zijn handen achter zijn rug. Bruh. Ha! Dit is toch Hens? Ziet hij eruit als iemand die schuldig is? Aan Hens? Kom op, Pepelu. Hey, wacht even. Lopez! Diego! Niet verkeerd, man. Niet verkeerd. Niet verkeerd. Aan het begin van het seizoen. Volgens mij had hij één keer gescoord, volgens mij, hè, vanuit de corner. 0-0 tegen Getafe. En we zijn op bezoek. Pepelu. Balcontrole was slecht. Daarom bleef ik gewoon staan, hè. Hij kan gewoon lekker draaien. Er is niemand van. Schiet maar. Schiet maar. Ga nou niet binnen blijven. Hij houdt hem binnen als. Bruh. Ga je. Ga maar naar binnen. Je moet wel. Je moet die proberen af te. Nee, dit is het voor ons. Ik zie wat jij ook ziet. En dat is de counter. Dat, tenminste. Hé, hey, het talent van Valencia. Ja, oké. Diego! Het moet gewoon... Win. Hoe dan? Hugo Duro! En Zoria is sowieso de speler van de wedstrijd. We weten het nu al. Zoria, Zoria, Zoria. Pepelo, jij bent een voorzitter in huis, hè? Pepele, ik wil een voorzet. Ik deed het zo ver weg van de keeper en... Dat is gewoon een slechte voorzet. Ik zeg net, je hebt de voorzet. Iemand is geblesseerd trouwens van Getafe, bro. 0-0 tegen Getafe is wel een puntje. Maar verdienen wij meer. Modder... Bruh. 6 keer geschoten. Tegen 4-4-2. Bro, 4-4-2 formatie. Was even... Talent Guerra. Almeida gaat eraf! Ja... Dat ben je gezien. Zou ik wel doen? Ik wou... Wat is dat nou, man? Ah, kom op, man. Dat was echt... Dat is, ik heb nog nooit zo'n slecht... Pak hem aan. Hey. Nee. We hebben 6 keer. Let op mijn gezicht. Let op mijn gezicht. Oh my god! We staan achter, jongens. We moeten een... Wacht. We spelen met Valencia. We kunnen niet alle wedstrijden winnen zoals we altijd deden met alle topploegen. Lol. Ik ben er weer. Doe even een timeframe op. Bro! Gele kaart! Nee, rood trouwens. Correctie, rood. Dat is rood. Guerra, goed zo. Sla zijn hand weg. Rood! Scheids, doe het niet.
Wat is dat? Bruh. Let op. Dat is een karate kid. Hij ging met zijn knie in zijn knieholte. Hey! 2 keer krijgt hij die bal niet waar ik hem wil hebben. Papelu, bro. Oh, en ze krijgen voordeel. Naar wie pas je, bro? Lol. Het gaat toch niet gebeuren, toch? Hey, jongens. Open kansen. De verdediging staat aan zijn huis op dit moment. Hij is links! Juist hij komt op die positie! Pak hem aan. Hey, je hebt hem! Hij blijft gewoon... Bruh. Nee, pas hem strak! Strakker! Bruh. Nee, ga niet binnen blijven. Oh, nee! Die bal blijft gewoon binnen! Anders had ik hem kunnen... We verliezen, jongens. We hadden zoveel meer kansen en we maken ze niet af. We verliezen van Getafe. Oh, dit zijn die pijnlijke wedstrijden, man. 1 kans had hij maar nodig. Eentje. Even kijken. 7 keer geschoten. Wat moeten wij doen dan om te scoren dan? Want 7 keer geschoten en we pakken geen enkel doelpuntje. Hun hebben 3 kansen nodig. Oh man, we hebben gewoon verloren. Wat? Je hebt geen enkele wedstrijd gemist. Mama, dat is als je... Oh ja, de laatste wedstrijd is tegen Barça. Lol. De nummer 1 van de kom... Bruh. Oké, laten we even kijken. Ik weet sowieso Gavi, want dat weet ik. Gavi staat op 1. 12 doelpunten. Wij hebben wel Duro op plek 2 met 11. Dat is wel mooi. De nummer 1 tegen de nummer 2 qua doelpuntenmakers. Maar daar is eigenlijk waar de vergelijking ophoudt. Want ja. En ze hebben Lewandowski met 5 assists. Ze hebben ook nog Torres met 6 doelpunten. Hebben we nu misschien coaches erbij? Want het duurt echt best wel lang. Bruh. Gaat dit ooit veranderen of niet? Volgende. Scherpte is lekker. Hoeveel dagen zit er tussen? Heel veel dagen. Oké. Dan weet ik al wat ik ga doen. Volgens mij staat dat al goed, hè? Ja, prestatie gericht. Oh, de wedstrijd tegen Barcelona. Wacht even dan. We hebben nog geen enkele wedstrijd gewonnen. Ik wil zeggen, anders skip ik deze. Dan gaan we tegen Falcao. Maar misschien winnen we van Barcelona. Verliezen we van Falcao. Barcelona speelt tiki-taka. Tuurlijk spelen ze tiki-taka. Bruh. Kijk naar het elftal. Ter Stegen, Balde, Martinez, Christensen, Araujo speelt rechtsback. Waar is Koende? Geblesseerd, dat snap ik hem. Cancelo, ook geblesseerd. We hebben wel geluk. Frenkie, laat maar zitten trouwens met geluk, want kijk naar het elftal. Bruh. Gundogan, Pedri, Gavi, Rafinha, Lewandowski. Oh my god! Laatste 5 wedstrijden hebben... Ik ga verder niks zeggen. Even kijken, is dit goed? 100%, voor wie niet? Diakabi. Ja, oké, bijna iedereen 100%. Laatste wedstrijd tegen Barcelona. We hebben kunnen winnen van Real Madrid. Is Valencia in staat om ook te winnen van Barça? De 2 beste ploegen uit Spanje. Als... Hey, je bent niet zo snel, Gavi. Geen buitenspel. Dacht hij... Zo, Balde. Hey! Bruh. Zie je, ik wist het. Kijk. Dat... Ja, bro. Gadver... Oh, goed.
Goed verdedigd. Is Barca, hè? De nummer 1. Rafinha. We blijven terug. We blijven teruglopen, man. Nee. Wat? Die bal gaat gewoon terug. Ja, maar wat wil je daar doen dan? Ik verdedig echt prachtig. Stop the cap. Hier. Bam, afgepakt. Ik wil hem geven op en dan ja. Ongelooflijk. Dit is gewoon niet verdiend, man. Als ik al nu al ga denken dat we Barcelona kunnen verstaan, dat komt gewoon omdat we hebben gewonnen van Lewandowski! Hey bro, begin niet, hè. Maar ik bedoel van, rustig. Lol. Hij gaat het weer doen, hè. Als we, weet toch, dat komt gewoon omdat we hebben gewonnen van Real Madrid. Dus nu ga ik een beetje naast mijn schoenen lopen, ofzo. Ik weet niet. Maak gewoon die viering af! We hebben gescoord tegen Barcelona. Kunnen we winnen, man? Oké, nu kunnen we weer praten. Kunnen we winnen van Barcelona? Ga je weer de slijding doen? Wat denk je? Kunnen we Barcelona verslaan? We komen er straks achter. Wat is er? Wat? Zijdag op de zaak? Gelukkig, bro. Ze hebben wel meer keer geschoten. 65% balbezit. Oh my god. En hun kunnen met 35% balbezit twee keer op doel schieten. We hebben een probleem. Nee, haal hem dan. Araujo is echt elite, bro. Kijk. Hugo. Hugo! Gaan we dingen veranderen? Er zijn mogelijkheden. We beginnen erin te geloven, of niet? Doe meteen een duimpje omhoog. We kunnen misschien de wedstrijd tegen Barcelona winnen, bro. Dit is hem niet, Frankie. Bruh. Wat is dat? Zo kalm. Araujo ga ik nooit voorbij kunnen. Lol. Hij gaat tegen de hak aan. Let op. Ik ben bloedje heet aan het worden. Ik bedoel het niet op die manier, bro. Let op. Ik wil hem nu doorgeven, want hij gaat. Hak. Oké, voor de rest hoef je niks te zien. Oké, we staan de bak bij. Ik begon bijna erin te geloven. Lol. Overal waar wij zijn, zetten ze ons volledig onder druk. Het is... geen buitenspel. Bro, je gaat eraf. Niet omdat je niet goed speelt, maar ik denk... Oh, je hebt ook nog geel. Ah, Antuna gaat spelen. Dura gaat eraf. Martin komt erin. Bro! Nu pas besef ik het. Als bij 2-1, dan hadden we sowieso niet verloren. Nu kan het alle kanten op gaan nog steeds. We gaan wisselen, jongens. De Mexicanen komen... Ah, Gavi gaat eraf. Ik was zeggen gelukkig, maar Torres kan net zo hard scoren als Gavi. Araujo is verdedigend echt klasse, hoor. Ja, rustig. Oh nee. Hé? Dat... Oh, maar dit is een win, bro! Prachtige redding. Ik denk misschien de beste redding van dit seizoen. Gadverdamme, we waren geklopt. Araujo is misschien wel echt gewoon een schaduw, ik weet niet zeker. Oh my god! Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, man. Ja. Sliding! Bro, het begon daar bij de andere kant. Nu ben ik echt wel een beetje boos, man. Ja, oké, weet je wat? Ultra vanuit. Ga dan. Onze bal, toch? Araujo is echt die guy. Ze pakken onze tijd af. Hé, die bal gaat... Hij valt voor Christensen. Ze doen het. Ze pakken gewoon de hele tijd die bal af nu. Op de bal. We'll be right back.
Fluit af! Ik ben klaar! Wat? Hoe heeft hij... Ik dacht, het is 100% een doelpunt. 100.000%. Van deze afstand. Oh, je hebt wel een pijltje. Bro, je hebt wel een... Oké, wacht, wacht. Je gaat wel die... Ja, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet vinden van dit. Oh, pijltjes. Ik wist niet dat je... Ik dacht, oké, maakt niet uit. Ja, het is ter stegen. Positieve is wel... We hadden recht op een punt. We waren dus wel gelijkwaardig aan Barça. Dat is het positieve. Alleen, we hebben het niet kunnen waarmaken, weet je. Dat is... Maar ik ben wel trots op mijn spelers. Maar aan de andere kant... We hebben kansen laten liggen die we gewoon moeten afmaken, weet je. We waren zo dichtbij een stunt tegen Barça. We waren zo dichtbij, hè. En dan moet je opletten. Oh, ze waren wel meer kan gaan. Oké. Okay. 5 keer, 5 keer. 61% balbezit. Ze zijn wel beter gaan spelen in de tweede helft. Maar we hadden gewoon moeten scoren. We waren zo dichtbij. Dat betekent... We hebben alles... We hebben alleen maar puntverlies... Ja, 1 keer gelijk, 2 keer verloren. Dat is wel weer... Valencia. Deze wedstrijd moeten we simuleren. Wat ik wil gaan doen dan is... Ik ga ze wel dan in deze wedstrijd minuten geven. Jarek en Mosquera. Ze staan op plek 5. Ja, is wel een belangrijke... Ja, oké. Okay. Is een belangrijke wedstrijd. Maar we gaan het wel doen. Aftrap. En dan ga ik eerst... Ja, moet sowieso. Maar kijk. Ik ga het wel doen. Jarek. Ik weet wat je denkt. Misschien is het... ik doe eentje. Oké? Okay? Eentje. Guillemot komt er ook in. En Lopez gaat eraf voor Antuna. Ja, heel misschien kunnen we de wedstrijd winnen, maar ik denk het niet. Kan ik dit veranderen? Zeker niet, hè? En dan moet ik zeker dit doen. Raarste systeem ever. Oké. Okay. Misschien kunnen we een puntje pakken. Misschien kunnen we deze wedstrijd winnen via simuleren. LOL! Pepelu met de winnende! Pepelu, Hugo. Nog een keer Hugo? 2 keer Hugo, maar guys. We hebben gewoon 1 wedstrijd kunnen winnen in de maand. Welke maand was het eigenlijk? Dat was december! De transferperiode! Of niet? Ja, we zitten in december. De volgende maand is transferperiode. Bro, wat gaan we doen? We gaan hem halen. De andere Nederlandse speler waar ik het over had. Speelt bij... Nee, ik ga niet zeggen. Jullie gaat het zelf zien. Kijk, zie je? Nu weet je het al, hè? Kijk. Daan! Lol. Hij heet Dean, niet Daan. Bro. Dean Heisman, hou op. 3. Volgens mij kunnen we minder... Probeer 3.1. De volgende Nederlander. Gaat hij akkoord? Wie? Is dat een speler die ik... Volgens mij is dat een speler die ik niet ga... Nee. Dan is transfersom 1.3. Martin... Nee, toch? Ik denk het niet. Ik weet het bijna zeker. We gaan het doen. Hé, hey, hopelijk heb ik niet een fout gemaakt door hem. Nee toch? Martin Tejon is... Nee toch? Nee man. Hé, hey, ik moet even voor de zekerheid kijken. Tejon, stond je op het lijstje of niet? Hé, hey, ik zie... Wacht even. Ik zie nog steeds die naam niet. Hij stond op het lijstje. Oscar Sarr is 4 weken weer een centrale verdediger. Bruh. Wat is dit? Als je me niet vaker... Maar je speelt best wel veel. Hoe? Je hebt de laatste wedstrijd heb je... Je speelt bijna in elke wedstrijd. Luister dan. Je eisen zijn ongepast. Ik ga gewoon zeggen. Hoezo klaagt hij? Oh. Lol. Hij heeft een cruciale rol. Bruh. Martin, sorry man. Je eisen waren niet ongepast. Ik heb echt gezegd, zijn eisen waren ongepast. Ik heb hem zelf die cruciale rol gegeven. Oh my god. Miss Koozie, luister dan. Hij verdient best wel veel. Je kandidaat, sorry. Ik was even verrast, want mijn collega's zeggen ronde 3300 salaris. Dan gaat hij dus minder verdienen. Ik vind dat niet echt kunnen. Dus ik ga. Het komt goed, Dean. Komt goed. 5-jarig contract, 18 jaar. Afkoopclausule van 11.7 moeten we accepteren. Salaris. Dit is wat hij wilt. Ja, als dat is wat je wilt, ben je echt tevreden met dit? Ja? Oké. Okay. We accepteren een tekenbonus van 36.5. Welkom bij Valencia. Welkom
in Spanje, my guy. Je gaat genieten hier zo, man. Oké, als allerlaatste. We gaan even kijken naar de pijn. Nou, niet echt pijn, want we hebben wel die wedstrijd gewonnen. Was wel gesimuleerd. Ernstig vormverlies voor Martin. Ja, dat is wel toevallig, want ik heb hem net een beetje... Maar ja, aan de andere... Heeft hij nog... Oh, je gaat meteen snitchen. Dit moeten we samen zien. Je gaat meteen snitchen, Martin. Is dit wat je... Was je daar een vrij speler? Oh! Maar goed, dit is dus wat ik wou bekijken. We staan nog steeds op plek 13. Ik ga je eerlijk zeggen, hè. Ik vind het echt een goede prestatie. Broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. Belletje aan. I'm out, ski. Caught a couple holes in my heart, so fuck it. And with all the chemicals, whoa.